Goedemorgen, lieve kijkers. Ik ben wakker. Ik was al heel vroeg wakker, 7 uur. Wat weer een zin is, aangezien ik om 1 uur sliep. En ik ga zo lesgeven. Voor wie? Voorlopig de laatste keer voor dit jaar, of dit schooljaar, zeg maar. Ja, dat is het eigenlijk. Het is hetzelfde riedeltje als altijd, eigenlijk tot 1 uur. En ik kom net uit de douche en ik ga me nu klaarmaken. Oh, ik vind altijd, als mijn telefoon op glas ligt, dat is dus hier, dan gaat hij zo hard als hij dan trilt. God, ik schrik er altijd van. Oké, ik ga me even oplappen. Oplappen. Oh, ik heb deze trouwens opgemaakt. Met vitamine C. Ik heb er nog geen liggen. Best stuff ever. Love it. Ik heb volgens mij trouwens nog steeds geen zwangerschapsmasker. Voor zover ik kan zien. Ik zie wel, ik heb wel heel erg wallen. Ik heb vlekjes, weet je wel. Littekentjes ook en zo. Maar ik heb niet dat masker, thank god, nog. Nog. Ik weet niet, oh mijn god, die wallen. Heb jullie maar ooit met zoveel wallen gezien? Dat is echt gewoon zo niet. Not me. Volgens mij duurde het nog wel een paar jaar voor ik daar vanaf ben. Zie je er weer mooi uit met je lila? Nou, dank je. Oké, ik ben klaar. Het is 1 uur. Ik ben zo moe. En Pascal zei, op een gegeven moment ook een les. Ga jij even lekker de straat doen? Ja. I'm good. Ik heb gewoon nu niet goed geslapen, maar verder. Oh, good. Oh, en Sien ligt boven op de kast. En die ligt hard te snurken. Nou, nu is hij stil. Alsof er zo'n pug in de kamer ligt. Echt. Ik denk, ik zit hier in een les met allemaal mensen. Maar ja. Ja, maar het is ook lekker hard aan het regenen. Dus dat is fijn voor de adem. Sien heeft ook hooikoorts namelijk. Ja, ja, dat kan. Dus misschien dat het daarmee te maken heeft. Maar goed, anyway. Ik ga even ditje doen. Check mijn buik, jongens. Zo, dit is zo gek. Oh, kijk nou. Zo bizar. The beach bell is getting bigger. Jongens, het is weer zover. Dit keer met een andere poes. Echt niet. Manies heeft helemaal niks door. Die zit daar, maar hier. Die weet niet eens dat die andere kat er is. Nee. Die kat dan? Het is wel. Ja, denk je dat hem is? Ja, zo hoort je. Oh, ja. Oké, ik heb geslapen. Een paar uur ook echt. Ik heb het gewoon weer. Ja, ja, lukt het niet. De hele tijd kwamen er pakketjes binnen en zo. Ik heb het gewoon niet eens doorgehad. Lekker toch? Ja, lekker diepe slaap. Ik ga koken. Risotto met courgette en buffelmozzarella. Risotto. Oh, dit is zo leuk. Ik heb dus van de uitgeverij van Oliver Jeffers, ik had dat boek laatst gekocht. Heb ik nog een paar boekjes gekregen. Hoe leuk. Ik had het gedeeld. Ik heb zoveel berichten gehad. Ook van vriendinnen en zo die allemaal dat boek hebben gekocht. Die helemaal blij zijn. Ik heb hier De Krijtjes Staken. Het is volgens mij zijn bekendste boek. Het Fortuin van Fausto. Oh, dat is echt een boekboek, of niet? Nee, dat dacht ik ook, maar ik zie wel wat plaatjes. En De Grote Verkleedpartij. Je ziet er leuk uit. Ja. Alleen die is van Sophie Schoen. Met een poster. Ja. Oh ja, 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 ja. Leuk! Ah, superleuk. Ik zal ze hieronder linken. En we hebben iets binnen wat we gisteren hebben besteld. Namelijk onderzetters. Wij willen al zo lang stenen onderzetten. En als het goed is. We moeten deze. Oh, ze zijn zwaar. Toppen. Ja? Ja. Oh ja. Kijk, dit zijn onze onderzetters nu. Ze zijn leuk hoor, maar dit is echt gewoon klaar. Die zijn echt, echt, echt klaar. Oh. Kijk eens. Oké. Ik dacht dat we allemaal verschillende kleuren kregen. Oeh. Oh ja. Agaatsteen hebben we besteld. Dat is denk ik mooier dan dat we hadden gedacht. Ja. Oh, kijk. Oh, dit is de gummy zonder. Top. Wauw, dit is echt heel mooi. Ja. Eén, dus het zou geverfd zijn, denk ik het wel, hè? Ja, vast wel. Ja, kijk maar naar de buiten. Ja, het is gewoon geverfd. Oké, dus agaatsteen die geverfd is. Ja. Oh, maar dit is wel echt heel vet, ja. Roze. Zijn dit de kleuren die je had uitgekozen? Nee, nee, nee. Ik had gewoon letterlijk dat is gewoon zo gekomen, denk ik. Roze, rood, dat is rood en die andere is blauw. Ja. Dan zullen we dan maar het paars en roze worden. Oké. Okay, oh, cool. Ja, ik vind ze leuk. Klopt. Zullen we die andere weg doen? De risotto master aan het werk. En dit gaat er nog allemaal lekker in. Ditje. Wel, hè? Ja, dat mag gewoon in. Ziet er echt overheerlijk uit, weer proefje.
Ik heb niet veel gedaan, ik heb geroerd. En edit time. We doen nu 2 onderzetters op de eettafel, 2 op de salontafel. It's so pretty. Kijk nou. Mooi toch? Ik had alleen niet verwacht dat ze zo rond zouden zijn. Ze hadden zeg maar een soort van mixje van kleuren. Ja, dat kan je zien. Oh, ik dacht... En oké. Ik moet even eigenlijk meer bestellen. Want we hebben er nu maar 4 voor als bezoek. Oh, aan de andere kant. Ik weet niet hoe lang het nog duurt voor een bezoek. Proefje. Ik heb een idee van video. Wat? Heel veel gevraagd of mukbang wil doen met de pregnancy cravings. En ik zit te denken, we hebben alles in huis. We hebben letterlijk die watermeloen, we hebben een augurk, we hebben augurkwater, we hebben de pepperoes en cream, takis, zure snoep. Weet jij er nog meer? Heb ik dingen vergeten bij mijn pregnancy brain? Augurk. Augurk, ja, en dan augurkwater ook. Ja, Shake Shack, maar dat kunnen we niet meer. Oh, Shake Shack. Ja, dat is wel grappig. Oké. Ik heb Polar Berry besteld vanmorgen, aardbeintjes. Ik heb een lijstje met allemaal dingen. Ik denk dat dit wel een leuke video is. Ik had nog geen idee wat ik wilde filmen, maar ik word steeds enthousiaster. En zo denk ik, ja. En wordt geen laatste. Nee, Polar Berry. Die aardbeien. Ja. Ik heb geen craving voor sushi. Agar. Ja, ik heb ook appel. Ook. Ik heb best wel veel hoor. Ik heb best wel een lijstje. Oké. Gewoon een vlog afsluiten. Wel, trouwens, bedankt voor het kijken en tot morgen. Bye.